Goedenavond, dames en heren. Ik zit hier met Joey. Hoe kijk je terug op jouw vorige gevecht? Ja, superleuk gevecht, superleuke ervaring. Maar ja, nu zijn we wel echt veel beter. Ja, zeker. Ja? Vond je hem een waardige tegenstander destijds? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, zeker. Ik wist dat hij zijn wedstrijd heel serieus nam, maar deels of hij niet serieus nam. Dus ik vond hem zeker een waardige tegenstander. Dus ja, zeker. Zeker veel geleerd van hem. Dus, Oké, en hoe ga jij nu, want je gaat nu tegen Dave. En Dave heeft al gezegd van, nou, ik heb geen zin in vijf rondes, dus ik wil op tijd thuis zijn. Ja, ik geef hem gelijk. Ik wil ook op tijd thuis zijn. Dus we gaan zo snel mogelijk afronden met Dave. Jij gaat snel afronden met hem? Zeker weten. Kijk, zeker weten. Weet je wat het was? Ik wou die jongen gewoon 5 rondes geven. Beetje lekker boksen. Maar hij wilde snel afronden. Dus nu gaan we nog harder trainen. Nog harder vechten. En nu gaan we de rol omdraaien. Ja, is er nu veel veranderd in je trainen? Nu is het gewoon sparren. Alleen maar sparren. En techniek aanscherpen en conditie. Simpel zo trainen. Iedereen mag het weten. Ik heb niks te verbergen. En in het begin van mijn eerste bokswedstrijd was het niet zoveel sparren als nu. Omdat het gewoon nieuw voor mij was. Ik kon het niet zo goed. Maar nu is het echt knokken. Dus, ja. Je hebt de partij tussen René en Dave ook gezien. Heb je een beetje kunnen kijken naar hem? Van hoe vecht hij? Ik ga het zo aanpakken nu. Ja, zeker. Ik heb zeker gezien hoe hij vecht. Ik heb zeker een gameplan daarop gebouwd. Maar ja, weet je, ik weet dat hij nu veel harder gaat trainen. Veel beter gaat vechten op dat gevecht. Alleen hoe hard hij ook zal trainen, hoe hard hij ook zal vechten. Ik ben beter. Ik vind mezelf beter. En ik ga dat ook laten zien aan iedereen. 28 maart. En ik ben gewoon echt keihard aan het trainen. Met alle respect. Dus we gaan knallen. Wat ga je doen als je straks het titelgevecht wint? Dat zou wel helemaal vet zijn. Wanneer ik het titelgevecht win, dan ga ik kijken naar de andere partijen waarvan mensen ook een titel hebben gewonnen. En dan ga ik misschien andere titels pakken. Dus ik ben wel al bereid om gewoon gewicht te zakken. Nou, ik hoorde dat er een titelgevecht was op 78 kilo of 76 kilo, ik weet niet wat het is. Ja. Dan gaan we die andere titels ook veroveren. Okay. Ik wil alle belts. Nou, daar gaan we voor, jongens. Hij wil alle belts. En heb je nog een bericht voor Dave? Zo toch? Ja. Nou, take it away. Wat zou ik zeggen tegen Dave? Ja, doe je best. Train hard. Je hebt aangegeven dat je 2 rondes wilt. Ik heb ook aangegeven dat ik zelfs nog sneller dan jou klaar wil zijn. Dus we gaan hard knokken. Mijn boodschap naar jou. Groetjes. Doe je best. Doe je best op school. Ik zie jou 28 maart. Peace.